De Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaxuur, heeft Robbie Berenstein van C47 ontheven als woordvoerder en coördinator van de organisatie. Dit besluit is vorige week genomen door de verschillende vakcentrales, waaronder CLO en de Moederbond. De top van Ravaxuur is namelijk niet blij dat Berenstein de voordracht van Armand Sunder als governor van de Centrale Bank niet heeft ondersteund. Berenstein stelde namelijk dat Sunder zijn verleden niet mee had, terwijl alle andere vakbondsleiders binnen Ravaxuur wel hierachter stonden. Tijdens een persconferentie vandaag is Sunder uitgebreid ingegaan op dit onderwerp. Volgens hem heeft Berenstein hem bewust tegengewerkt toen de president in hem de geschikte kandidaat zag om de nieuwe governor te worden. Hij noemde de opstelling van Berenstein een laffe daad. En op een bepaald moment heeft Robbie tegen beter weten in, is hij geruchten gaan verspreiden dat er ruis bestond toen ik zelf Reliance had verlaten in 1983. Ik heb het gelijk gepareerd en hij heeft toen ook zijn mond gehouden. Hij heeft mij toen wel gevraagd van, mag ik een kopie van dat document waarin de president-commissaris en de directeur van Self-Reliance zeggen dat er geen enkele vordering heeft bestaan op Dr. Anders A.J. Sunder, het hoofde van zijn toenmalige functie als hoofddirecteur van de vennootschap. Wat schetst mijn verbazing dat 2 of 3 dagen daarna, nadat ik Robbie Berenstein heb aangegeven wat het document is, heeft het meegenomen, dat in een interview met mensen van de inlichtingendienst dat hij deze zaak weer naar voren brengt. Tegen beter weten in. Dat is natuurlijk een zeer kwalijke zaak om zeg een collega, vakbondsleider in Ravaxuur, zeg op deze manier ook te willen bekladden. Sunder benadrukt verder dat Ravaxuur voortaan vertegenwoordigd zal worden door Ronald Hooghart, Errol Snijders en zijn persoon. Hooghart. C47 is nooit coördinator geweest van Ravaxuur. Nooit niets. Geen coördinator en ook geen aanspreekpunt. Alles wat C47 ooit heeft gezegd in dit kader is op eigen risico en eigen benadering. Ravaxuur heeft geen coördinator, het heeft voorzitters. En we bestaan er 33 jaar, dit jaar 1 mei. Wat we wel verkeerd hebben gedaan is C47 in feite de macht laten uitoefenen over de arbeidersbeweging. En jammer genoeg is het allemaal verkeerd gegaan. CLO-voorzitter Ronald Hooghart vandaag tijdens de persconferentie van de Ravaxuur. De organisatie heeft tijdens deze bijeenkomst benadrukt dat Robbie Berenstein niet meer namens haar mag optreden.